Op een mooie dag in het stadje Arles in Zuid-Frankrijk. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En links. En nog een keer. Au, zo. Je staat weer op mijn voet. Oh, pardon. Coco, weer een brief uit het Van Gogh Museum. Ah, geef maar gauw hier. Mijn allerliefste Coco en Jojo. Help mij. Niemand komt op mijn verjaardag. Oh nee. Zelfs Krieltje van de aardappeleters, zij komt niet. En mijn vriend Vincent van Gogh is boos op mij, maar ik weet niet waarom. Ik heb aan alle andere schilderijen gevraagd wat er is, maar zij draaien hun rug naar mij toe. Dit wordt misschien wel mijn laatste brief. Adieu, jullie opa Camille. Oh, het vreselijk. Oh. Hier, neem een pilletje. Coco, wij moeten hem helpen. Hij is tenslotte onze opa. We zijn familie van Camille. Wij gaan nu naar het Van Gogh Museum in Amsterdam. Jojo, pak onze koffer. Zit alors. Voilà, spring maar achterop. Ach, Coco, je reed dus een kip zonder kop. Opa Camille, wij komen eraan. Dat was dus ons laatste geld, Jojo. En voilà, we zijn er. Maar Coco, ons geld is op. We komen nooit zonder kaartje binnen. Het stikt er van de beveiligers. Hoe komen we dan binnen? Hoe lossen wij dit op? Arme Coco en Jojo, nu hebben ze die hele reis voor niks gemaakt. Of toch niet? Kunnen jullie ze helpen het Van Gogh Museum binnen te komen en het probleem van hun opa Camille op te lossen? Kom dan snel naar het Van Gogh Museum.